Hoe lang is het rijden? Hey. Heel erg lang. Oh, gadverdamme. En dan gaan we nu naar de Batavia. Komen jullie mee? Hallo, dit is Junet. Nou, dit filmpje gaat over de reis terug van de Batavia terug naar Alkmaar. Op de heenreis waren we namelijk behoorlijk gespannen. Van ja, we gaan nu echt filmen en bla bla bla. En nou, toen we eenmaal gefilmd hadden, toen was dat gebeurd. En toen gingen we terug. En toen dachten we van, hey, we hebben nog ruimte over op de bandjes. Dus wat hebben we toen gedaan? Nou, dat zie je nu. Nu dus, ja. Zeg eens wat meer, vertel eens wat meer. Ja. Het was heel erg koud. Het was heel erg koud, maar... Wel leuk. Ik wou dat ik vaker naar een echt schip ging. Dat is wel leuk. Ja, synchroniseren. Laten we het even meedoen. Playbacken. Ik vond het het beste project waar ik... In de lens kijken. Waar ik ooit aan heb meegewerkt. En ja, verder heb ik niks te zeggen. Ja, godsamme. Meer. Dan vooruit maar. Nou, de boot had een schijlen. Geen stuur, dus geen stuur weet ik niet. Dat was schip zijn geweest, want altijd één kant op ging. En als je dan maar rondvaart, dan kom je uiteindelijk op hetzelfde punt weer terug. Maar wat ik me dan afvraag. Zo. Wat ik me dan afvraag, is hoe kan een boot dan over de land? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Vandaag ging ik met naar de Batavia en Oké, op de Batavia gingen we filmen en dat vond ik zo leuk. Ik zou met mijn handen aangeven hoe leuk ik het vond. Zo leuk vond ik het, toppie. Ja, ja. Nou, dan ga ik een liedje zingen waar ik een geeftonusje bij doe. We waren op de Batavia. Oh, ik was nog niet begonnen met dansen, maar dat ga ik nu doen. Kijk maar. We waren op de Batavia. La 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 la. En dan is mijn voorsynchronisatie. Ik ben Dennis en ik vond het geweldig. Ik vond het alleen jammer dat ik zelf niet mee kon roepen. Ik was niet goed genoeg. Wat? Nou, Junet, we gaan jou... Hallo? We gaan jou nu interviewen. Hey, jongens, daar zijn we. En we zijn op weg naar huis. Ja, ik vond het geweldig, maar... Ja, ik heb eigenlijk nog maar even willen zwemmen in dat mooie ding. Wat is er nou toch een zee? Ja, kijk, ik weet het niet hoor. Maar het liefst ook eigenlijk wel op die... Ik vind het nou niet leuk meer eigenlijk. Ik heb het stoplicht nu ook in beeld, dus ik kan je zeggen wanneer het goed is. Goed! Het is wel leuk om even te melden dat Wim heeft hele lekker ijsjes voor ons gekocht. Ja, schat van de man, hè. Slaafvrije chocola. En slaafvrije chocola. En we hebben Ayesha opdropt. Ja, die vond hem gewoon niet meer aardig. Ja. Dus ziet het, ze is er niet meer. Het is heel stom. Met beton aan de benen zo dat Batavia afgegooid. Ja. Dat vind ik ook. Dag, fucking de knel. Ik kan ook gillen. Lukt het? Kleine kinderen. Oh, sorry. Ik kan even nog meer dan zijn. Zelfs hier hebben ze een ranzijn. In the middle of nowhere. Dennis, laat even een ranzijn liedje zingen. Jij kan goed improviseren. Een ranzijn? Ja. Okay. Ik doe de beat en jij doet ranzijn. Kom naar Ranzijn. Ranzijn. Wat het betekent weet ik niet. Kom maar gewoon. Ranzijn. Wij zijn Ranzijn. Wij zijn Ranzijn. Zijn wij Ran? Nee, wij zijn Ranzijn. Jezus. Nee, wacht, dat moet zijn. Wij zijn Ran. Nee, wij Ranzijn.
Slecht bezig, Isa. Ja, dit is zo erg. Oh, het is echt slecht humor. Oh, nu hadden we naar de kroeg moeten gaan. We zijn precies te bevallen. Yo mama! Dennis, nu aan mij. Vond je het val? Enig. En Judith. Ja, Oké, genoeg. En erop. Welkom. Ik heb vandaag een film op de Batavia. En dat vond ik wel leuk. En ik mocht niet zoveel smink op doen vandaag. En dat mocht normaal wel. Dus als ik thuis ben, het eerste wat ik dan hier. Haha, kijk, mijn lachen aan. Het eerste wat ik dan ga doen, is zo veel mogelijk smink op sminken. Zodat ik lijk op een clown. Maar dan. Dus, ik zou dat wel even melden. Doeg, kijk me zwaaien. Doeg. Nou, Heidi partner. Kijk, het is mij. Junette. Kijk, mijn lachentijger. Nou ja, kijk. Ik mocht de spillen op de Batavia, hè. Ja, en normaal smink ik me altijd heel veel. Je zei het ook van mij. Nou, oké. Okay. Ja, maar bij jou is het kwaad. Voor mij is het kwaad. Nee. Zoek ik op die grosse. Nee. En hey, moet je daar kijken? wat ga jij doen vanavond? Nou, ik zit nog te twijfelen. Wat ik kan gaan filosoferen over de literatuur van Pandiani. Ja. Of ik ga South Park kijken, een van de twee. Oké, moet nog even kijken. Ja. Nee, dat is wel een moeilijke. Je kan het ook combineren. South Park kijken terwijl ik aan het filosoferen ben over de literatuur van Pandiani, ja. Ja. Juliette, wat ga jij doen vanavond? Ik heb Wim in beeld. Wat ga je vanavond doen? Ik heb Wim in beeld. Ik ga vanavond. Reactieshots. Ik ga vanavond. Ik weet het nog niet! Jezus! Rob, dit is ongemakkelijk. Hallo, ik ben Johan. En ik heb vandaag gefilmd op de Batavia. En dat vond ik heel leuk. Leuk, hè? Ja! Giegel als een meisje met mijn handjes, ja! En vanavond ga ik met mijn G.I. Joe spelen. En meer wil ik er niet over zeggen. En dus word ik geslagen door meisjes. Mijn mobiel gaat af. Over meisjes gesproken. Mijn mobiel gaat af. En dan hebben we nu een mooi shot voor het einde van deze making of iets. Hè, Valerie? Ah. Even kijken. Anna, hou jij de camera maar vast? Al doe dat. Als je maar niet laat vallen. Oh, wat zijn we toch goed dan. Vertel even wat leuks bij je.